Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 13 januari 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag en de komende dagen nog een beetje een beperkte Daily Minutes vanwege drukke werkzaamheden. En mogelijk ook even zonder data en zonder SSTV. Er is wel mossen, maar misschien moet ik daar ook af en toe terugvallen op herhalingen. Toch is het ook weer geen heel korte uitzending, want er is wel nieuws. SSTV is er wel vanuit het ISS, het International Space Station. Een eerdere uitzending net na kerst ging niet door, maar 16 januari worden er SSTV-plaatjes uitgezonden in PD120 en PD180. Voor wie de SSTV-beelden uit deze uitzending wel eens meeschrijft en denkt dat is toch niet voor mij, die zou zich best eens kunnen vergissen. De signalen uit het ISS worden uitgezonden met 25 watt op 145-800 MHz. Op ieder scannertje met 2 meter ontvangst is dat te horen. De signalen zijn doorgaans heel sterk. Gebruik als je die hebt een GP of zo en geen antenne met heel veel versterking. Dat soort antennes met high gain zijn gemaakt om juist niet omhoog te stralen. Ook Yagi's moet je niet gebruiken tenzij je mee kunt richten met het ISS door hem te eleveren. Op een portofoon is het signaal ook vaak heel goed te horen. Je moet alleen wel even opzoeken op welke tijdstippen het ding hier overkomt. Vaak is hij maar 5 of 10 minuten of 20 minuten lang te horen. Er zijn programma's en apps waarop je het ISS makkelijk kunt opzoeken. Ja, die tijdsduur van 10 en 20 minuten is zeker genoeg voor een goed gedetailleerd SSTV-beeld. Op 16 januari dus op 145-800. Is de DMR zelfbouwrepeater werkt gedeeltelijk zoveel te lezen op ham-dmr.nl. Die site citeert VE2GZI op het MMDVM-blogspot. Deze op een multimode digital voice modem gebaseerde repeater van Adrian, VK4TUX, die is heel bekend. Die draait op Odroid XU4 met Jonathan's G4KLX DMR controller software. En hij is gelinkt aan het Brandmeister netwerk. Ja, dat hoor je vaak over, het netwerk. Hij heeft de MMDVM verbonden met 2 zendontvangers. Eentje voor de zender, eentje voor de ontvanger. Gebruikt een Motorola CDM1250 en een Yaesu FT7900 hiervoor. Op het moment kan er alleen nog maar geluisterd worden, aan de TX-kant wordt nog gewerkt. DMR gaat D-Star achterna met dit soort dingen. De situatie wat zelfbouw betreft bij DMR is niet anders dan bij D-Star in de beginjaren, toen zelfbouw voor die modus eigenlijk ook nog heel erg lastig was. De nieuwsbrief met ervaringen van de afgelopen maand van het IARU monitoring system is weer uit. Het IARU MS is wat vroeger de Intruder Watch heette. Zij signaleren ongeoorloofd gebruik van de amateurbanden en dat gebeurt vaak door overheden. De over-de-horizon radars waren in december weer problematisch. Door de goede propagatie was daar geregeld de over-de-horizon radar van China te horen. Ook Turkije beschikt over zo'n radar dat bijvoorbeeld in de 160 meter band werkt. Het Russische leger was weer actief op 40 meter, terwijl het Russische over-de-horizon radar weer op 80 meter te horen was. De Russische spionage-annex-nummerstation De Buzzer, 2 maanden geleden nog uitgebreid in deze uitzending behandeld, zit op 6998 kHz met een deel van de zijbanden dus in onze CW-band op 40 meter. Mysterieuze draaggolven waren er op 14.0 en 21.0 MHz, afkomstig uit Zuid-China. Vanuit Kazachstan was er een draaggolf op 7.00 MHz. Zou Borat hier soms de hand in hebben? Radio Tajikistan heeft een harmonische op 14.296 en verder zit Radio Hargeisa nog steeds op 7.120 kHz in de 40 meter band. Ik noemde zelf van de week nog de frequentie in een QSO 7.205 kHz, waar zenders als Radio France International, de Franse wereldomroep, en een Turkse zender tussen de 15 en 20 kHz modulatiefrequenties uitzenden. Ja, je gelooft het niet, ze denken dat ze in de FM-band zitten en daarmee dus een stuk van de amateurband dichtblazen en dan moduleren ze vaak ook nog een flink stuk. Nou, kom hier goed. Dan moduleren ze vaak ook nog eens een flink stuk te hard. Vanuit Egypte komt een onbekend digitaal systeem op 14.011.7 kHz. In elk geval ook geen amateur. En zoals iedere maand waren er weer de Russische taxis op in de 10 meter band. En de Spaanse vissers die duiken overal op in onze banden in december. Onder andere op 21.400 MHz. Het magazine Ontwikkelingen in de Ether van Agentschap Telecom. Je kunt daar via de site van AT gratis een mailinglijst abonnement op krijgen. Maar je kunt het ook gewoon op de website lezen. Terwijl de vierde generatie mobiele communicatie, LTE of 4G, nog zijn plek in onze maatschappij moet vinden, wordt al nagedacht over de volgende ontwikkeling, 5G. Zo schrijft Agentschap Telecom. Nou, ik ben lekker op dreef met mijn gestotter.
Dat is nodig omdat er steeds meer apparaten dagelijks via mobiel internet contact met elkaar zoeken. Om te hoge abonnementskosten, te veel energiegebruik en opstoppingen in onze ether te voorkomen, wordt de komende jaren wereldwijd en vooral in een aantal grote steden geëxperimenteerd met 5G in zogenaamde field labs. Voor 5G-toepassingen met focus op het platteland is er nog niet zo'n field lab. De Economic Board Groningen gaat dat hiaat invullen. Agentschap Telecom in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken doet mee. Noord-Groningen zoekt naar mogelijkheden om de bedrijvigheid, leefbaarheid en werkgelegenheid in het aardbevingsgebied aan te jagen. De Economic Board Groningen is opgericht om de economie in het gebied te versterken. Projecten en initiatieven die een lange termijn effect hebben voor de regio worden door de Economic Board ondersteund. Het 5 Groningen Field Lab, dus 5G Groningen, ter ontwikkeling van innovatieve toepassingen en een verbeterde digitale bereikbaarheid van de regio is een van deze projecten. Er zijn al 7 organisaties in het project 5 Groningen gestapt. Surfnet, Ericsson, Huawei, KPN, TNO en het agentschap vormen samen de Economic Board. De 7 Founding Fathers, René Vroom, hoofd innovatie van agentschap Telecom, benadrukt dat daarnaast iedereen deel kan nemen aan het 5G Field Lab. Het is echt bedoeld als een open lab, dus voor alle bedrijven en instellingen die aan de voorkant van de ontwikkeling van deze nieuwe standaard willen meedenken en testen. In de nabije toekomst werken apparaten vaker tegelijkertijd met hogere en lagere frequenties of schakelen heel snel tussen hoog en laag in het spectrum om steeds van een optimale bandbreedte gebruik te kunnen maken. Het is belangrijk om zicht te krijgen op nieuwe dwarsverbanden die in de toekomst zeer waarschijnlijk door nieuwe technische mogelijkheden gaan ontstaan, zo meldt René Vroom. Het gaat er allemaal om dat op een slimme manier van het overvolle spectrum gebruik wordt gemaakt. Technisch gezien biedt 5G draadloze snelheden van 1 tot 10 gigabit per seconde. En dat bij een grotere spectrumefficiëntie dan 4G en een betere latency dan LTE. 5G wordt door sommigen wel het netwerk van die Internet of Things genoemd. Het systeem is zo nieuw dat internationaal de frequenties ervoor nog niet zijn vastgelegd. En dat is tevens wat griezelig voor ons zendamateurs. Nou, tot zover de Daily Minutes voor vandaag en hierna alleen nog morsen. Suffer from the heartbreak of brain rot, feeling bored, sluggish, listless, not had a new idea in days, using electronic gizmos without a clue why they work? Now there's help. Ham radio, guaranteed to stimulate your corroding neurons and open a whole new world of excitement. Side effects of ham radio usage include mental stimulation, desire for education, new career paths, understanding of technology, and cases of addiction have been reported. If you experience any of these symptoms, you're welcome. Ham radio, it's not your granddaddy's radio anymore.